Ik kan, ja, niet dat ik het leuk vind, maar ik weet dat ik de mensen mee raak. Dus bepaalde liedjes, als ik daar een bepaalde aankondiging mee maak, weet ik zeker dat er 3, 4, minimaal 4 mensen aan het huilen, zijn. En aan de ene kant is dat niet leuk, maar aan de andere kant voel ik het, dat heb ik goed gedaan. Want je maakt iets los bij de mensen. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Podcast of Hope. Vandaag hebben we in de studio zanger Ben Kramer. Hij gaat het hebben over hoe geluk en ongeluk niet los van elkaar kunnen bestaan. En over hoe iedereen eigenlijk een clown is. Ook jij. Ook jij. Podcast of Hope. Moving towards happiness. Oké, nou, leuk dat u er bent. Ik hoop het, dat ik het leuk vind. Ja. Wacht gewoon na een half uur. We zullen wel zien. Ja. Ja, anders moet ik het gewoon zeggen, hoor. We gaan voornamelijk hebben over geluk. En is dat een onderwerp dat u veel bezighoudt, geluk? Wat is dat, sorry? Een onderwerp dat u veel bezighoudt. Ja, natuurlijk. Natuurlijk houd ik je bezig. Ja? Niet alleen dat natuurlijk, maar... Nee. En op welke manier dan? Ja, op het moment dat je dus niet lekker in je vel zit, bijvoorbeeld. Nee, je zit niet lekker in je vel. Dan wil je toch terug naar een bepaald gevoel. Een gevoel van dat je je anders gaat voelen. Dat je weet hoe het voelt om je meer happier te voelen. Ja. En dan ga je aan bepaalde dingen denken. En dat kan je wel eens over een bepaald punt heen helpen. Maar dat is toch wel belangrijk dat je toch over het algemeen door het leven gaat als positief, opgewekt. Maar we komen ook allemaal dingen tegen dat er het niet zijn. Nee, precies. Komt dat veel voor bij u? Dat u niet... Zeg maar jij, hoor, trouwens. Zou jij? Ja, is goed. Of dat veel voorkomt? Nou, er zijn momenten. Ik bedoel, ik ben nu 75. Dat is je best wel momenten meegemaakt dat je denkt bij jezelf... Hoe kom ik hier... Hoe kan ik me weer wat gelukkiger voelen? En dat is... dat gebeurt wel eens, ja. Heb je manieren waarop je dat doet, om je weer gelukkiger te voelen? U zei, je gaat dan aan dingen denken? Nou, kijk, mijn vak, ik zing dus heel veel. Mm-hmm. Acteren in musicals, maar zingen ook. En zingen, ik heb momenten meegemaakt in mijn leven dat die echt niet leuk waren. Als ik een klein voorbeeld mag noemen. ik speelde in de Phantom destijds, tussen 1993 en 1996... En ik kreeg op een gegeven moment een berichtje van mijn ex-vrouw. Daar heb ik 3 kinderen bij. En een van de 3 kinderen had een ernstig auto-ongeluk gekregen in Tsjechië. Oei. Oh. En die heeft kantje boord gelegen. En ik speelde Phantom. Ik kon niet weg uit die musical. Ja, ik had altijd weg. Maar dan lag de hele musical stil. Ja. Dus dat was heel moeilijk. Dus mijn ex-vrouw zei, ik ga er naartoe met mijn man, haar man toen... En ik hou je op de hoogte. En dan moet jij... Mijn dochter lag in coma. Ja. Dan moet jij die avond op. Jij moet dat toneel op. Ja, en in een rol komen? In een rol. Goed, die rol zit er dan wel. Ja? Jawel, tuurlijk. Die gaat niet in één keer uit je hoofd... omdat er iets ernstigs gebeurt in je leven. Die hou je wel, dus je gaat er wel op. Maar doe maar man dat je dan op zo'n... podium staat, dan geef je alles op dat vlak. En dat zorgt ervoor dat je dat gevoel, dat bericht wat je gekregen hebt, naar de achteren geschoven wordt. En dat je dan een soort van, geluk is een moeilijk woord, maar dat je eventjes los kan weken van dat bericht. Oh. Hmm. En bleek achteraf nog eens een keer ook, de musical The Phantom op het eind is een heel triest moment, dat de arme Phantom dus in de steek gelaten wordt. Dat komt dubbel binnen. Ja. En dat is, en dat heet muziek ook, als je zingt, in mijn geval, dan valt er zoveel van je af op dat moment. Ik wil niet zeggen dat ongelukkige dingen die je allemaal meemaakt in je leven verdwenen zijn. Nee, je hebt wel een moment dat je even los kan maken. Althans, dat heb ik sterk. Dan maak ik me los. En dan zal je niks aan me merken. Dus ik zou wel kunnen stellen dat muziek een grote invloed heeft op uw geluk. Ja, absoluut. Ja. Het is wel interessant, want je zou zeggen, nou,
er is zoveel heftigs aan de hand en dan kun je die rol eigenlijk niet spelen. Maar u zegt, omdat, juist omdat ik die rol speel, vergeet ik eventjes dat ongeluk. Ja, en het houdt dan in. Hè, dat zou de volgende vraag kunnen zijn. Van wat gebeurt er dan als die voorstelling afgelopen is? Ja, want je kan het niet naar achter blijven. Nee, want dat knalt in één keer weer naar binnen. Ja. Maar je hebt even een moment gehad van het opzij kunnen zetten. Dat moet je wel kunnen natuurlijk, hoor. Er zijn genoeg mensen die knallen in elkaar en die gaan helemaal niet op. Maar ik had ook nog een soort verantwoordelijkheidsgevoel tegenover. Ja, precies. En mijn ex-vrouw was bij mijn dochter, dus die hield mij goed in de gaten. Mm-hmm. Uiteindelijk, na 6 dagen, kwam ze teruggevlogen uit Tsjechië en heeft ze in het ziekenhuis gelegen in Nederland. Dus het had niet langer, veel langer moeten duren, hoor, want ik trok dat niet meer op een gegeven moment. Maar goed, dat is even een voorbeeld van wat het met je doet. En dat je dan dat je daar heel goed kunt een soort bliksemafleider. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik op het moment dat ik dit doe, dat ik dan gelukkig ben. Het heeft er niks mee te maken. Nee, precies. Ja, het is meer het gevoel van wegdrukken. En dat kun je pas zeggen ook als die periode achter de rug is. Hoe ben ik ermee omgegaan? En ik kan nu zeggen dat ik blij ben dat het uiteraard zo gelopen is. Mijn dochter is er goed bovenop gekomen. Ja, nou, fijn. Maar het was niet makkelijk. Ja. En die knop omzetten, is dat iets wat je moet leren? Is dat, of misschien is dat de eerste keer dat u dat deed en het lukte gewoon? Ja. Of is dat iets wat je moet leren? Knop omzetten, moet je dat leren. Je, in dit geval schat je de situatie in. Hè? Je weet dus dat het niet, dat er iemand is die dat in de gaten houdt en jou steeds informatie geeft. Dus dat is één. En dan weet je gewoon, oké, ik heb ook mijn verantwoordelijkheid tegenover datgene wat ik moet doen. Hè? Een theater met 1700 mensen, noem maar op. Ja. Niet dat het boven mijn dochter gaat, integendeel. Maar ik moet je wel zeggen dat als het verkeerd had afgelopen, dan had ik het mezelf nooit kwalijk genomen. Dan denk ik dat ik een enorme dreun van gehad zou hebben. Dat ik toch in dat theater bleef staan. Hmm. Terwijl mijn ex-vrouw mij op de hoogte hield. Maar het hoefde maar iets te gebeuren. Op dat moment besefte je het niet echt. En dat is toch wel, dat heb ik mezelf altijd kwalijk genomen. Ik heb toch die stap gedaan. Ja. Heeft u dat nooit kwalijk genomen of wel kwalijk? Nee, ik nam het mezelf kwalijk. Oh ja, wel. Maar ik had die verantwoordelijkheid ook. Mm-hmm. Ik was op dat moment de enige die rol speelde. En dat zou dan inhouden dat ik weggevlogen was naar Tsjechië. En dat ik misschien 2, 3, 4 dagen daar gebleven was. Ja. Maar mijn ex zei ook, ja, je hebt er niks aan, want ze ligt in coma. Dus je kunt niks doen. Ja. Hè, dat was ook weer zoiets. Maar ik hou je op de hoogte. En dat, als het ernstiger wordt, dan moet je komen. Dus gelukkig hebben we dat niet hoeven doen. Nee, maar als er wel iets gebeurd was, dan denk ik dat ik het wel heel erg zwaar gehad zou hebben. Ja. Ja, dit zijn dan ongelukkige momenten. Ja. Maar ja, geluk, bent u over het algemeen gelukkig? Noemt u zichzelf gelukkig? Over het algemeen ben ik best gelukkig. Ik heb 5 kinderen, ik heb 7 kleinkinderen. Ja. Oh, goed aantal. Ja, ik weet niet of je het goed vindt, maar nou ja, flink. Het is flink. Flink. Ja, ik ben mijn ouders achterna gegaan. Mijn ouders hebben ook 5 kinderen. Ja. En dus dat betreft, maar ik vind wel dat, want we hebben het hier over geluk. Dat je kunt alleen maar weten wat geluk is als je ook weet wat ongeluk is. Ja. Ja. En die twee dingen die liggen gewoon zo dicht bij elkaar. Dus het is wel belangrijk dat je heel goed beseft dat als je ongelukkig voelt, mag je je ook ongelukkig voelen, denk ik. Maar als je gelukmomenten kent, pak die dan ook in helemaal. Ja. Ja. En u zegt, je moet eigenlijk ongeluk kennen om gelukkig te worden. En ik denk, hoe ouder je wordt, hoe meer ongeluk je misschien in aanraking, met hoe meer ongeluk je in aanraking komt. Tuurlijk, je levenservaring, de lengte van je leven. Ja. Maak je zoveel gelukkige momenten, zoveel ongelukkige momenten, zoveel momenten dat je denkt, ja, waar ben ik nou helemaal aan mee bezig? Ja. Wat moet ik voelen? Ik weet het even niet. He, dus dat zijn allemaal die dingen die maken een bepaalde balans. Ja. Waardoor jij op een gegeven moment kunt zeggen van, hé, ik voel me gelukkig. Met andere woorden, ik heb ook wel eens momenten dat ik denk van, dat je even niet lekker in je vel zit, ik noem maar wat. En dan heb ik er heel veel aan als ik naar buiten kijk. En ik voel me niet zo lekker. En het is nog bewolkt ook. En het regent ook nog eens een keer. Dan voel ik het erg sterk. Maar als die zon schijnt, dan heb ik zoiets van, dan kan ik daar van genieten. En dan,
dan zet ik dat, probeer ik het opzij te zetten. Van, oké, okay, het is even niet leuk, dat of dat of dat. Maar kijk eens. En dus zo zit ik in elkaar. Dan pak ik dat. Mm. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. Maar zou je dan ook kunnen stellen dat naarmate je ouder wordt, je steeds gelukkiger wordt? Omdat je steeds meer die ongelukkige momenten op je pad komen? Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof niet, als je des te ouder je wordt, is je steeds gelukkiger. Nee. Ja, omdat je dan meer ongeluk in je leven... Misschien is het niet alleen, gaat... je zit met geluk met ongeluk, die balans. Maar ja. Er kunnen elk moment van de dag kunnen wat dingen gebeuren. Ik bedoel, het kan een zwaar gelukgevoel zijn. Ik neem een voorbeeld. Wordt een kind geboren. Een van je dochters is zo... Yeah! Dat is puur geluk. Ja. Ja. Maar je hebt ook andere soorten van geluk. Maar je hebt ook... Terwijl je geluk een geluksgevoel hebt... En één keer een telefoontje krijg, hallo, ja, ja, nee, hè, wat? Ah, nee, dat meen je niet. Hoeveel? 300 euro? Ah, ik reed me 140, joh. Hoe kan dat nou? Hè? Wat? Dat gaat zo duur. Oké. Dan zit ik, tuurlijk is het niks met ongeluk te maken, maar dat dempt wel je gevoel en er is even de sfeer voor de dag weg. Ja. Ja. Maar, dus nogmaals, je blijft in die balans. Maar des te ouder je wordt, denk ik, is het niet zo van, goed, ik begrijp wel wat je bedoelt. Ik zeg van, je kunt de gelukkige momenten kun je er beter uitvissen, uithalen. Ja. Als je die ervaring, die levenslengte nog niet hebt van, wat is geluk en ongeluk? Er zijn heel veel verschillende lagen van geluk en ongeluk. Toch? Ja. Ja. Ja, want wat heel veel gasten van ons bijvoorbeeld ook zeggen is... dat ze naarmate ze ouder werden... meer het geluk in kleinere dingen gingen zien. Mm-hmm. Dus, herkent u dat ook zelf? Mm-hmm. Ja. Absoluut. Want dan heb je eigenlijk alleen maar meer geluk input eigenlijk. In kleinere dingen, klopt. Ja, dan komt er meer. Ja. Absoluut. Ik heb dat elke dag bijna wel. Elke dag. Hmm. Ja, dat komt maar af en toe schrijven. Kijk, dan heb je mijn kinderen. Ja, en maar goed voorbeeld. Je ziet dus ook af en toe een foto voorbij schrijven over mijn hond en over mijn kat. Kijk, dat is nou echt geluk, vind ik. Zo'n hond die naar je toe komt. Hmm. Heb je hem? Kijk, onze pommetje. Ja. Kijk, en vooral als hij zo naar je toe komt. Is dat geluk of geen geluk? Extreem blije foto even, is dit. Kijk eens even, wat een blijheid. Dat is toch mooi? En dat vind ik nou puur geluk. Dat vind ik... Ja. Zoals alleen een hond het eigenlijk kan ervaren, geluk. Ja, maar als ik zie dat zo'n beest... Kijk, mijn kat ook. Het is Ella. Ziet er iets minder gelukkig uit. Ja. Ja, maar zulke lieve beesten. Daar haal je zoveel uit. Hm. En dat geeft een gelukkig gevoel. Ja. Ja, wat haal je daar dan uit? Rust? Of rust. Kijk, een hond en een kat kunnen niet terugpraten. Maar ze kunnen wel... De manier van hoe je ze in je toekomt, een kopje geven... of de hond die je vasthoudt, of kiet op hem nog even... Of wat, dat is een geluksmoment van zo'n hond. Het is een totaal groot verschil tussen het geluk voor je beesten. Mijn vrouw en ik zijn enorme fans van beesten. Wij gaan bijna nooit op vakantie. We willen onze hond niet in een kennel doen. Oh ja. Ja. Ik geef hem een oppas wel. Kijk, dan heb je mijn vrouw Carla... En de hond. Het is een groot verschil tussen mensen en dieren. Ja. En je kunt ook gelukkig worden. Natuurlijk kun je gelukkig worden voor je kleinkind of voor je kinderen. Dat is normaal. Ja. Normaal, maar anders ook. Maar die kunnen we terugzeggen, toch? Zeker. Dat is echt een band. Met een huis is natuurlijk ook een band. Maar het is op een andere manier een band. Op een andere manier. Maar een beest is dus... kan je zoiets veel geven wat jij denkt van, wauw, hij praat wel niet tegen me, maar ik weet wat hij bedoelt, wat hij voelt. Ja. Wat hij... Bepaalde lichaamstaal. Ja, ja. Ja, dat vind ik wel. En daar kan ik heel gelukkig van worden. Hm. Ja, mooi. Is geluk, speelt dat ook een belangrijke rol in uw vak? Want ik kan me voorstellen als muzikant dat je echt een extreem druk leven hebt. Misschien zit ik fout hoor, maar dat is een beetje het beeld wat ik ervan heb. Ik kan me voorstellen dat je eigenlijk wel... enigszins gelukkig moet zijn om dat te kunnen combineren. Om dat vol te kunnen houden, dat leven van een muzikant. Jawel, ja kijk. Ja, je bent nou over muzikant, omdat ik muzikant ben. Ja, precies. Ja, over u. Maar mag ik zo vrij zijn om het volgende aan te halen? Nou, natuurlijk.
Ik heb ooit, en ik neem maar dat er wel een foto van komt zo, het liedje De Clown opgenomen. Ja. Een liedje uit 1971. En het typische van het liedje is, een clown is een man die dus in de piste verschijnt, of waar dan ook, als geschminkt helemaal, doet zijn werk, vrolijke lenzen, lachen, die maakt de mensen aan het lachen en zo. En wist je dat wij zijn eigenlijk allemaal een clown. Het kan zo zijn dat ik ben ook, buiten het feit dat ik het liedje gezongen heb, maar ik ben ook een clown. Jij ook. In de zin dat iedereen een act opzet, constant. Als jij 's morgens, stel je bent getrouwd en je hebt een enorme ruzie met je vrouw gehad. En je gaat naar kantoor of wat je dan ook doet. En de baas komt naar je toe. Dan kan je moeilijk die baas een grote bek geven. Dat doe je niet. Ja. Je herstelt je. Ah, goedendag meneer Visser. Terwijl je binnen kookt toch steeds van. Dan speel je een rol. Ja. En dat doet die clown ook. Die clown speelt een rol. En ja, dat wil ik zeggen. Dat we het eigenlijk allemaal een beetje zijn. Ja. En dus je probeert beter over te komen als dat je je in werkelijkheid voelt. Ja. En ik denk dat dat ook het geheim is achter dat nummer, dat de mensen dat herkennen. Ja, dat klikt bij mensen, dat voelen ze wel iets. Er zit een kern van waarheid in voor veel mensen. Ja. Weet je ook waarom u dit nummer heeft geschreven of waarom u dit nummer heeft opgevoerd? Hoe vaak ik hem op... Nee. Is dit waarom u dit nummer ook heeft opgevoerd of geschreven? Ik heb het niet geschreven. Nee, maar is dat wel de reden dat u dit nummer dan hebt opgevoerd, gezongen? Nou ja, dat is een liedje dat kwam bij mijn uitgeverij terecht. Ja. En Pierre Katten, destijds vader Abraham. Je hoort dan het ook. En die heeft een tekst geschreven. Het is een Franstalig liedje. In het Frans heet het Allez Viens aux Danse. Oh. En het is een cover, zoals dat heet. Pascal Danal, zo heet hij. En wij hebben toen de orkestband bij een platenmaatschappij, destijds in 1971... kreeg deze uitgeverij en die hebben de orkestband gekocht voor 500 gulden. Ja, je lag je dood. Ik heb hem daarop ingezongen met de tekst van Pierre. Ja. En het is dit nummer geworden. Had u verwacht dat het zo'n hit zou worden? Nee, natuurlijk niet. Dat verwacht nee? Ik. Maar dan weet je nooit wat er wordt. Je hoopt het. Maar het is door de jaren heen is het nummer een eigen leven gaan leiden. Het is een... Als je nagaat, het origineel, hè? Van Pascal Danal, Allez Viens aux Danse. Ik ben niet zo'n taalmannetje die weet exact, het Frans speel ik helemaal niet. Het enige wat ik kan zeggen, excusez-moi, monsieur, dame, je ne parle pas français. Dat weet ik er genoeg. Maar ze geloven ze het niet als je het zo uitspreekt. Ja. Maar goed, in ieder geval, wat ik wil zeggen is, dat Allez Viens aux Danse wil iets zeggen als, mag ik deze dansen, ja, mag ik deze dan? Dat heeft niks met een clown te maken. Nee, inderdaad. Dus Pierre heeft het geschreven. Ja. Op die melodie, herinnering, bla. En dan zie je de mensen in het café, terwijl het een in en in triest lied is. Het is een heel triest liedje. Ja. Op een avond viel, net als elke keer, het publiek lachte luid, maar van hem, Tommy Cooper. Ja. Weet wie dit is, Tommy Cooper? Ja, die stierf Tommy op het podium. De man die stierf in het harnas. Ja. De man die op het podium stond. Ja. Ja. Een jassen aangezet en zakte in elkaar. Hartstilstand. Hmm. Het is, kan je zo opvinden op YouTube. Ja, nee, dat en je wel. Ziet, ja. Het publiek lacht. Ja, ja. Op avond, hij viel, dat is elke keer. Het publiek lachte luid, maar voor hem was het daar. Tommy Cooper. Maar dat is jaren later. Dus wat er toen gebeurde, dat liedje wat toen opnam in 1971. Toen Tommy Cooper overleed, is het nummer grijs gedraaid. Hmm. Ja. Dat was, maar de melodie, die vraagt op meezingen. Ja. Omdat het is een zesachtste mate. De herinnering, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat is een zesachtste mate. André Hazes deed niet anders. Ja, klopt. Een beetje, 1, 2, 3, 4, 5. Dat is een meezingtempo. Nu heb ik de clown ook nog eens een keer opgenomen in een andere versie. Veel mooier. Alleen had nooit een hit geworden. Maar dat... Voel je het hier, dat nummer, dan ga je dat, dit ga je niet doen. Nee. Hoeft ook niet te lang meer nadenken. Ik wil alleen maar zeggen dat we allemaal
een rol spelen in ons leven als het ons uitkomt. Ja, mooi. Ja, Nee. Had u überhaupt verwacht dat u populair zou worden, of was dat de bedoeling? Ja, was dat de bedoeling? Toen ik was 1967, mijn eerste hitje, zij, was ik 19 jaar. Hmm. 20 jaar. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga eens kijken of ik mijn brood hierin kan verdienen. Wist ik niet. Ik was jongste bediende. Ik zat bij een verzekeringmaatschappij. Maar dat viel ik helemaal niet, maar ja, je moet maar wat doen. Dus ik ben gestopt. Ik moest normaal de militaire dienst in, dat hoefde niet. Ik heb 4 broers, waarvan de 3 broederdienst. Ik heb broederdienst. Het hield in, als er 3 broers in dienst waren geweest, hoefde de 4e en de 5e en de 6e en de 7e, hoefde niet. Oh. Dus ik had mazzel. Ja. Maar die anderhalf jaar die je dan normaal kwijt bent om de militaire dienst in te gaan, heb ik gepakt om te kijken of ik misschien, naar aanleiding van het hitje, mijn brood kon verdienen. En ik, dat is mijn hobby, hè, zingen. Ja. Ik heb nooit gewerkt in mijn leven. Nooit. Ik heb alleen mijn hobby uitgevoerd. Nou, ben je gelukkig of niet? Ja, dan ben je gelukkig. Dat lijkt me wel, ja. Maar ik bedoel, het is gelukt. Ik doe het nog. Ja. En daar voel ik me prima bij, ja. En het gaat u om, wat u zegt, uw hobby uit te oefenen. En bekend zijn is als het ware een bijeffect daarvan. Dat je dan bekend wordt. Dat is meegenomen. Maar soms valt het ook nog niet mee. Want de mensen hebben altijd wel een mening over je. Tuurlijk. Ze hebben altijd wel een vooroordeel. Ja. Toch? Je komt wel eens iemand tegen. En die heb je nog nooit een woord mee gesproken. Die kijk je aan en denk je, moet vooruitkijken. Noem maar wat. Ja, echt? Nee, ik neem toch aan dat jij dat ook wel eens hebt meegemaakt. Dat jij iemand tegenkomt waar je eigenlijk niet tegen praat, omdat zijn uitstraling je niet bevalt of wat dan ook. Nee, inderdaad. Dat bedoel ik ermee. Nee, maar dat wil niet zeggen dat de man of vrouw die je dan ziet, dat het klopt. Het kan een heel integer mens zijn. Alleen dat weet je niet, want je hebt nog nooit een woord met hem gesproken. Dus het heeft, in eerste instantie is dat kijken. Heb jij een vriendin of heb je een man of je bent een vrouw? Vrijgezel. Vrijgezel. Maar stel, op een gegeven moment denk je toch, ik wil het toch eens even kijken of dat wat. Dan ga je in eerste instantie op het uiterlijk. Vaak. Ja. Dat moet je wel een beetje aantrekken. En dan kan het mee of tegenvallen. En dan zie je wel hoe ver je komt. Toch? Ja. Dat is een vooroordelen. En dan moet je achter zien te komen of dat klopt, of matcht, of dat, hè, dat, daar gaat het om. En daar word je gelukkig van, want daar hebben we het over. En dat is, ja, ik denk dat ik duidelijk ben. Dat je, als je dan een hitje scoort en je gooit de hengeltje uit en je krijgt beet. En je gaat door. Ja, en dan ben je op een gegeven moment, hoe oud is het? 65 jaar verder. Ja. Ja, moet je nagaan. Nee, 60. Ik ben nu 75. Maar had het veel effect op u als mensen een negatief vooroordeel over u hadden? Gebeurde dat überhaupt vaak? Oh ja, dat gebeurt wel. Ja. Maar, door mijn uitstraling. Ja, maar had dat enige invloed op u ook? Of? Nee, maar niet dat ik het altijd leuk vind. Nee, dat, maar kijk, ja. Je kan een vooroordeel hebben, maar het is wel zo dat je dus. Nee, ik weet het. Ik weet het van mezelf. Dat als ik echt puur mezelf ben en ik. Dan denken de mensen ook, hey, kijk eens wat vrolijker. Of hey, doe eens dit. Of hey, doe eens. Maar ja, ik heb de hele dag met een smile op. Dat kan niet. Nee. Als je op een podium staat, dan doe je het vanzelf wel. Maar als ik eraf ben, ja, dan kan ik ook wel eens. Maar omdat jij dan een BN'er bent, dan word je er vaak op. Afrekenen is een groot woord, maar wel op aangekeken. Ja. Mensen hebben wel verwachtingen. Altijd in die etalage staan. Ja. Ja, en dat lijkt me wel zwaar. Ja, mij ook. Het is het ook. Maar ik heb er niet altijd zin in. Dus probeer ik zoveel mogelijk mezelf te zijn. Met de hoop, of hoop. Maar gewoon dat de mensen me ook accepteren zoals ik ben. Ja. Nou, als u naar terugkijkt over uw hele carrière, wat zijn dan de momenten waar u het meest van heeft genoten? Nou ja, wat bekend is over het algemeen is dus de switch die ik maakte op een gegeven moment tussen de liedjeszanger die dus het land afstroopte met
4, 5 optredens op een avond. En als een soort jukebox er binnen stormde om je 8 hitjes te zingen. En dan weer door naar de volgende. Dat is de periode geweest tussen 1967, 68 en 1984. Dat is 1. Maar dan krijg je dus die switch die ik mezelf bedacht heb. Ik hou dit niet vol. In die zin, er is meer dan dat. En toen ben ik eens om me heen gekeken. Wat zou ik nog meer kunnen doen en willen doen? En toen kwam ik uiteindelijk met de musical in aanraking. Oh ja. En uiteindelijk heeft dat... Mijn eerste rolletje was in 1985. Bij Nooit Volkstheater. En de Europacup die ik won was de Phantom. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat was toch wel... Toen was ik er doorheen. Ja. Ik zou nooit vergeten... Ik was mijn auto wel eens voor de deur. Toen in die tijd ook. En daar fietsen de kinderen voorbij. Hij was maar een klaar. En op een gegeven moment in 1995 of zo... fietsen dezelfde andere kinderen voorbij. Ja. Het spookt hier in de open dag. Ja. Toen dacht ik, hey, het heeft gewerkt. We hebben de switch kunnen maken. En daar word ik ook heel gelukkig van. Ja, en hoe is dat dan om het soort van baan te maken in de musicalwereld? Want u had het gemaakt in de muziekwereld. Ja. En toen moest u eigenlijk volgens mij vanaf start weer beginnen in de musicalwereld. Ja, je moet je bewijzen. En dan gaan we weer. Heb je weer vooroordelen. Ja. Vooroordelen zo van... Ben Kramer van de Clown, wat gaat hij nou in één keer doen? Weet je wel. Ja. Dat moest je dubbel bewijzen. Hè? Ja. Maar ik had het geluk dat bijvoorbeeld de Phantom 3 jaar duurde. Dus ik heb me gelukkig kunnen... in die 3 jaar kunnen ontwikkelen. Want die hebben een heel andere stemtechniek. In dat soort musicals. Het is doorgecomponeerd, dat wil zeggen. Weet je wat doorgecomponeerd betekent in een musical? Nee. Nou, dat houdt in, als je een gesproken woord hebt, dat het ook op muziek is. Dus stel dat we nu een doorgecomponeerde interview hebben. Zeg, moet jij eens goed eens weten? Ik weet nog heel goed dat ik dat toen zag. Dat is doorgecomponeerd, dus alles op muziek. Hè? Ja. Dus dat was wel, had ik wel houvast aan, omdat ik was het gewend om op muziek te doen. En nu ga ik straks in een musical werken waar ik heel veel dialogen heb. Dat is precies tegenovergesteld. Ja, ja, ja. En dat vind ik ook weer een uitdaging. Maar in ieder geval, ik vind, en nog steeds vind ik het een uitdaging. En daar word ik heel gelukkig van. Ja. Ja. En welke periode kijkt u dan positiever op terug? De liedjeszangperiode of de musicalperiode? Allebei. Het is, natuurlijk zit er ook in het moment dat ik dus audities ging doen... dat ik afgewezen werd en ik vroeg me af waarom ik afgewezen werd. En dan krijg je weer vraagtekens boven je hoofd en hup, dan herneem je weer. En dan. Maar ik heb nooit de optredens in het land, die ik altijd al deed... heb ik nooit verwaarloosd. Die ben ik blijven doen. Oh ja. He, dus nu ook. Ik ga nu meer musical doen. Maar ik blijf ook mijn losse optreden doen. Dus ik eet eigenlijk van 2 walletjes, laat ik het maar zo zeggen. Dus je zit altijd wel ergens in balans. En ik heb er ontzettend van genieten. Als ik een optreden moet doen in het land. Zoals afgelopen weekend. En ik zie dat de mensen het prachtig vinden. En actie, reactie, entertainen. Het is niet alleen maar stomweg een liedje zingen. Het is ook wat je er tussendoor zegt en doet. Dat heb ik dan wel geleerd. En... mensenkennis, mensen aankijken. Iets tegen mensen zeggen waarvan anderen denken van... ik mag graag op het randje vaak dingen zeggen. Leuk bedoeld, laat ik het maar zo zeggen, weet je. En dan voel ik dat ik het kan doen tegenover iemand die tegenover mijn status zit. Ja, ja. Ja, dat heeft u waarschijnlijk ook geleerd over uw hele carrière. Ja, dat leert... Het publiek soort van... Een lange leerschool die... En je valt ook wel eens op je neus, hoor. Ik bedoel, ja? Dat het niet echt lukt. Daar leer je nog het meest van. Nou, hoe moet ik dat voor me zien? Dan, dat het publiek gewoon niet enthousiast wordt? Of? Ja. Ja. Ik heb het zelden meegemaakt dat het publiek niet enthousiast werd... omdat ik het niet goed deed. Maar ik heb wel eens meegemaakt dat het publiek niet enthousiast werd... omdat het geluid niet, op zijn Amsterdams gezegd... niet tevreden was of slecht. En dan heb ik zoiets van, ja, ik word erop afgerekend. Ja. Dat weet ik. Ja. Ik word erop afgerekend, maar ik kan er niks aan doen. Nee. Het zou hetzelfde zijn als Max Verstappen. Die redt als een idioot. Zoals een paar keer gebeurd is nu. En die valt 3 rondes voor het einde uit. Ja. De auto stopt ermee. Ja. Maar dat wil niks zeggen over de coureur. Nee. Dat is hetzelfde als ik sta op te treden. En in één keer wordt het geluid is niet goed. Of,
Het kan misschien de schuld zijn bij degene die achter de knoppen staat. Maar er kan ook technische storing zijn. Ja. Maar het publiek ziet het niet. Nee. Die rekenen jou erop. Ja, precies. Ja. En denkt u dat u altijd muziek blijft maken zolang u het nog kan? Of moet ik zo zeggen, gaat het ooit vervelen? Nee, dat verveelt nooit. Kijk, we hebben corona achter de rug. Hopelijk. Ja. En in die coronatijd heb ik mezelf... ben ik bezig gebleven met muziek. Ik heb nieuwe liedjes opgenomen, ook bestaande liedjes opgenomen. Ik heb mooie medleys gemaakt thuis, die ik nu ook bij mijn optreden gebruik. Ik ben wel altijd bezig achter de schermen. Eén ding is belangrijk om te weten, is dat als je een tijdje niks van een artiest hoort, omdat hij geen plaat uit heeft of wat dan ook, wil niet zeggen dat hij niks doet. Dan is het vaak juist een stap terug. Ja. Voorbereiden op iets nieuws. Ja. En dan kom je weer met iets nieuws. Dan is er iets aan het bekokstoven. Dan is er iets aan het bekokstoven. Ja. Kijk, het is wel juist. Maar ik heb nu mijn leeftijd dat ik niet echt hoef. Ik hoef niet echt meer. Maar omdat het mijn hobby is, blijf ik het nog steeds doen. En ik blijf het een uitdaging. Ja. Ik ben nieuwe liedjes proberen. Kijken of dat aanslaat bij het publiek. Niet zozeer op de cd. Of op de tegenwoordig bestaande cd's ook al niet meer. Maar goed, in ieder geval. Op de bühne. Dingen uitproberen. En dan voel ik, oh, dat zit goed. En dan, dus je blijft bezig. En dat wil ik zo lang mogelijk blijven doen. Ja. Alleen jouw vraag, wanneer het als... Ik denk dat het de achterliggende gedachte is aan jouw vraag. Wanneer stop je er ook eens mee? Nee. Dan kan ik me even goed voorstellen dat die vraag... Die komt, zeg maar dat die komt. Ik ben wel benieuwd nu. Ja, dat begrijp ik. Ja, daar ben ik veel te netjes voor om dat te vragen. Ja. Nee, ik heb het wel eens, het is geen publiek geheim. Ik heb gezegd, mijn vrouw, die zal mij altijd zeggen van Ben, wat je nou doet, moet je echt mee stoppen. Daar moet je echt mee stoppen. We hebben ik heb voorbeelden gezien van artiesten, ik zal het niet echt namen noemen, maar dat ik dacht van mezelf, dat moet stoppen. Dat ga ik echt niet meer doen. Nee. Dat wordt zielig, dat moet je niet doen. Ja, nee, dat meen ik. Ja, nee, dat geloof ik wel. En die drive, ik ken die drive. Je wil. Ja. Maar als het echt niet meer om aan te horen is... Nee, dan moet je beschermd worden. En dan hoop ik, en ik weet zeker ook dat... Niet alleen mijn vrouw, maar ook mijn kinderen, wie dan ook... Zullen zeggen van, pa, wat je nou doet... We houden nog steeds van, joh, maar doe dat niet meer. En dat hebben ze nog niet gezegd? Nog, ja. Voor zover, ik weet het niet, nee. En als ze dat dan zeggen, dan gelooft u dat ook meteen? Nee, ik zal niet meteen aannemen. Ik zal echt wel zeggen, hoe bedoel je? Ik bedoel, daar zal ik er wel over praten. Ja. Nee, ik kan ook mijn avond niet hebben, toch? Ja. Nee, precies. Ik bedoel, dan ook, maar over het algemeen, nee. Waar bent u eigenlijk begonnen met muziek maken? Heeft u een voorbeeld? 19... Of... Nee, niet wanneer, maar waarom? Of waarom? Ja, en heeft u een voorbeeld gehad? Ja. Of? Ik vond het leuk. Ja. Heeft u misschien een muzikale familie of zo, waardoor u in bent gerold? Nee. Ik begon in 62 met mijn bandje op school. Oh ja. I'm gonna knock on your door, ring on your bell. Dat was het allereerste liedje wat ik zong. En dat kwam omdat die jongens speelden alles instrumentaal. Ja. En dan ging ik een keer luisteren. En toen vond ik daar een muziekexpress, de Teen Beat heette dat toen. En daar stond die tekst in. En dan zong ik het zo voor me uit. Dus hey, dat klinkt leuk. Shadows in die tijd, hè? Alles instrumentaal. De Shadows, je weet het. De begeleidingsband van Cliff Richard destijds. Oh ja. Die speelde Apache. Apache, hè? Ja. In die tijd. Die jongens speelden alles instrumentaal. Ja. En dan was dat ook een instrumentaal nummer. Maar al de liedjes die gezongen werden... Zoals I'm Gonna Knock On Your Door... Dat speelden zij. En toen zong ik het een keer. Voor de lol. En toen klikte het gewoon meteen. En toen zeiden ze, hey, doe nog eens een nummer. Ja. En toen ben ik muziek gaan maken. Maar wat is dat dan aan muziek wat u zo ambieert? Of is dat gewoon iets onbeschrijfbaars? Dat is gewoon een klik? Ja, ik weet het niet hoor. Dat zit in je hersenen. Erik Schelder, ik weet niet of de naam wat zegt. Nee, niet echt. De man die in de hersenspecialist, die zit vaak bij Omroep Max. De man met een grijze baard, grijs haar. Oh ja. Die kan er heel leuk over praten ook. Die zegt ook dat muziek een geluksfactor is hier. Ja. Ja. Ik kan het niet precies zeggen zoals hij het zegt. Hij kan het heel mooi verwoorden. Maar dat geeft je iets waardoor je, wat ik al eerder zei... dingen vergeet, nare dingen even op de zijkant zet. Ja. Ja? Ik heb een dochter, die heeft MS, helaas, mijn dochter Shanna. Maar ze zingt de sterren van de hemel. Daar staat ze. En niet omdat het mijn dochter is, dat meen ik echt. Maar ze zingt echt... Heel aannemelijk. En
ondanks die ziekte, want dat is een hele nare, rare ziekte. Dat gaat met ups en downs. Als zij zingt, dan voelt ze zich helemaal te gek. Een beetje wat u aan het begin ook deed. En ze kan zingen, dus dat is wel lekker natuurlijk. Hè? Ja, dat helpt wel mee. Als je er niet kan, dan moet je ook niet zingen. Nou, ik voel me ook lekker als ik zing, daar merk ik ook iets van. Ja, maar je kan het beter niet doen. Ja. Nee, maar ik geef alleen maar aan dat zingen, dat doet iets met je. Ja. Ja. Jij gaat toch niet zingen als jij je voelt? Nee, wel. Zeker niet. Dan hoef jij het niet voor je beroep te doen, maar ik wel. Dus dan word ik weer die clown, hè? Want dan ga ik... Ja, precies, als je voor beroep doet, moet je wel zingen als je zo voelt. Dan zet ik het weer weg en dan doe ik gewoon die man... Tenzij je een zielig liedje kan zingen, natuurlijk. Hè? Tenzij je een zielig liedje kan zingen. Ja. Nou, die kan ik ook. Ja. Ik kan, niet dat ik het leuk vind, maar ik weet dat ik de mensen mee raak. Dus bepaalde liedjes, als ik daar een bepaalde aankondiging mee maak, weet ik zeker dat er 3, 4, minimaal 4 mensen aan het huilen. Aan het huilen zijn. En aan de ene kant is dat niet leuk, maar aan de andere kant voel ik het, dat heb ik goed gedaan. Want je maakt iets los bij de mensen. Ja, je maakt ze niet verdrietig. Het is zelfs een mooi gevoel, toch? Het zijn herinneringen vaak die je met het lied naar boven. Het is vooral één nummer waar het gebeurt. Dat is het welbekende nummer, You Raise Me Up. Ja. En dat You Raise Me Up, dat zegt het al. Als ik down ben... En jij bent bij me, wat dan ook, hoe dan ook. Dan kom ik er bovenuit. Kom ik er bovenop. En er kan iemand zijn in gedachten die al overleden is. Kan ook. Kan ook zijn iemand die, noem maar op. Maar iedereen vult het op zijn manier in. En dat is het mooie van muziek. Ja altijd een eigen interpretatie, ja. Ja, nee. Hey, when I'm down and all my soul's overring. When troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Okay, you raise me up so I can stand on mountains. En dan gaan ze, hoor. Ja, nou, ik vind... ik ging al bijna. Nee, maar op een gegeven moment het is een soort hooplied. Nee, je zit een podcast of hoop. Maar dat is het wel. Ja. En ja. Dat mag op een avond, vaak een feestavond, de mensen zijn uit, mooi gekleed en lekker eten. Komt er zo'n momentje ook voorbij? Ja, en dan maak je het... Dan komt die balans goed. Het is niet alleen van dit. Die heb je ook die avond. Dat alleen maar feesten. Vaak voor de jongeren. Ja. Maar als je wat oudere mensen ook hebt. En je weet die op die manier ook te bereiken. Ja, echt de meester van emoties. Ja, dan. En dan komt... Ja. De meester van emoties. Ja. En dan komt toch ook die balans weer terug. Hè? Zelfs daarin. Nee, nou. Het welbekende nummer van Wim Sonneveld. Het dorp. Thuis heb ik nog een antwoord. Op een kerk, een kar met paard. Dan zeg ik wel eens tegen de mensen: bent u geboren in een dorp? Bent u geboren in de stad? Bent u geboren in een dat? Maakt niet uit waar je geboren bent. Maar ga eens even terug. Ga eens terug naar die tijd toen je nog jong was. Ja. En dan begint dat nummer. Ja. Dan zie je de mensen denken: ik was bijna vergeten. Maar dat breng je terug. En dat doet muziek met je. Nou, ik moet zeggen, ik word ook melancholisch van dat nummer, maar het is een tijd die ik verre van ooit heb beleefd. Ja. En zelfs dan voel je het nog. Je ziet het, je ziet die zwart-wit foto's van vroeger. Ja. Huh? Ja. Het is zo'n mooi liedje, het dorp. Zeker. En het is de Sonneveld, die is op een prachtige manier. Maar dan gaan we weer, je moet het inleiden. Je moet het niet alleen maar stomweg het ene liedje en het andere liedje zingen, zonder iets er tussendoor te zeggen, want dan komt het niet binnen. Ja. Proberen die mensen even op die plek te zetten waar jij denkt van, als je daar ook kan krijgen en je neemt ook even de moeite om dat te doen. Natuurlijk kennen de mensen dat lied. Dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kat die ratelt op de kei, weet je enzovoort. Dat doet iets met mensen en dat is het mooie van muziek. En op die manier met je publiek omgaan, is dat iets wat misschien tegenwoordig steeds meer verloren raakt? Want tegenwoordig heb je dat niet meer echt heel veel, toch? De artiesten tegenwoordig, ik kan het niet echt herinneren. Bij concerten waar ik ben geweest. Maar dat ligt er ook weer aan waar je in staat. Kijk, als jij in de arena staat in Amsterdam, bij de toppers bijvoorbeeld, waar ik trouwens ook gestaan heb, dan... Bij de toppers ook? Ja. Maar er zitten 60.000 mensen, die sfeer die krijg je nooit. Dat moeten meezingers zijn vaak.
Ja. Nee, dat precies. Moet. Ja. Maar als je het kleine wil hebben, ja, dan ga je natuurlijk, het ligt er ook, wat zijn de omstandigheden, waar sta je, zit het erin, is de combinatie goed? Maar dat is je ervaring die je opdoet in al die jaren, dat je ongeveer wel weet, als ik binnenkom, ik heb een repertoire van 80 liedjes. 80, ongeveer. Flink repertoire. Dat is nogal wat, hè? Ja. En ik maak, tijdens mijn optreden maak ik de samenstelling. Oh ja, ja, voelt gewoon, een u voelt mijn geluidsmacht, heb ik de seintjes wat ik wil. En begrijp je? Ja. Max Verstappen gaat het circuit verkennen. Elke bocht, elke dinges, elke dat. En dat doe ik met mijn publiek. Ja, dat is een beetje dat vakmanschap dan. Ja. Ja, het is niet zomaar even stomweg een liedje zingen. Nee. Het is een balans. Maar heeft u ook liever een persoonlijk sfeertje of dan zo'n groot stadium dat helemaal vol zit? Nou, persoonlijk vind ik het mooi, vind ik mooi. Of het tenminste persoonlijk kan raken. Ja, dus liever een paar kleine zaaltjes dan één groot stadium. Ja. Ja, maar ik kan me ook voorstellen als je in zo'n stadium staat en het hele publiek zingt mee met de muziek die, met uw muziek. Ik denk dat je ook kippenvel van krijgt. Ja. Jawel, maar dat is weer anders. Ja. Dat is een ander dienblad waar je mee op komt. Ik bedoel, massaal. Dan kan je geen heel klein liedje zingen. Bijna niet. Dus dat moet over het algemeen toch wel spektakel zijn, hè? Want daar is het op gebouwd. Ja. Ook zit jij dus intiem, in een kleiner theater, je weet de mensen te raken. Kijk, Toon Hermans. Die was een meester in het bespelen van de mensen. Hm. Carré. We gaan erin, 12, 1300, weet ik veel. Volle tent. Daar staat hij. Toon Hermans, die was zo goed, die kon het ene moment de mensen laten bulderen van het lachen, en het andere moment laten huilen. Ja. En dat is een kracht. Wat ja, knap. Een toverkracht is dat. En dat doe ik dan niet, kan ik niet zo zijn, maar ik probeer het wel met mijn muziek te doen. Met liedjes te kiezen van, als ik dit niet doe, dan zou ik misschien die meneer die daar zit, want dan ga je op één persoon vaak. Ja. Weet je wel? Of soms ken je wel eens een seintje van iemand van, die is jarig, ik noem wat, of dit. Maar ook anders, je zit hier omdat, daar hou ik er een beetje rekening mee. Ja. Ja, dat is, nogmaals, dat is het mooie van muziek. En daar word ik dan gelukkig van. Niet alleen ik, maar ik hoop ook het publiek. Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, we zijn aan het einde gekomen van de podcast. En we vragen eigenlijk altijd aan onze gasten of ze nog een tip hebben voor iedereen die luistert of kijkt. Mm. Misschien waar ze gelukkig van worden, waar ze inspiratie uit kunnen halen. Poeh, waar kan je inspiratie uit halen? Of gewoon een tip hoe je het in het leven moet staan. Ja, simpel. Elke dag komt de zon op. Daar hoeven we niets voor te doen. Die is er gewoon. En elke dag word je wakker. Met wat voor humeur word je wakker? Hoe zit je in elkaar? Wat voor mens ben je? Ben je een doordenker? Of zit je niet vast op één punt? Belangrijker is, denk ik, probeer zoveel mogelijk jezelf te zijn. Want dat gaat het om. Ik kan jou niet vertellen hoe jij je moet gaan voelen. Het is alleen wel zo, met de hoop dat, als je naar iemand luistert, niet dat je nou alles moet aannemen, gewoon luister, dan denk je bij jezelf in je gedachten, nou dat gooi ik weg, dat hou ik vast, dat doe ik dat, dat doe ik dat. Dus je verzamelt het een beetje. En als het uitkomt, en je kan er eens een keer aan terugdenken, nou ja, dan zeg ik op mijn manier, mensen, voor zover je misschien niet van muziek houdt, of helemaal nog nooit naar muziek, weinig naar muziek luistert, doe het eens. Of zing eens wat. Ook al denk je, het klinkt voor geen meter. Je hoeft niet op een podium te staan. Maar uit je. Ja. En uit je. Zoals ik dat ook doe. Als ik me goed voel, ga ik mijn tuin in. Dan ga ik. Ik hou van mijn tuin. Dan ga ik maaien. Dan ga ik dit en dat doen. Of ik kijk naar mijn hond. Of ik kijk naar mijn kat. Iedereen heeft wel een bepaald houvast. Maar het leven is te kort om continu maar down te zijn. Ondanks dat er vaak hele nare dingen om je heen gebeuren. En het is moeilijk om je daar wel eens uit te trekken. En het is te hopen dat je mensen ontmoet die naar je luisteren. En ja, die begrijpen wat je bedoelt. Prachtig. Ja, mooi. Ja, heel mooi. Nou, bedankt dat we hier wilden zijn. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Neem je nog een glaasje van mijn jenever.
Leuk dat je keek of luisterde naar deze aflevering van de Podcast of Hope. Iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online op iTunes, Google Podcasts, Spotify en je kan ons zelfs bekijken op YouTube en podcastofhope.nl. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram. En heb je nou een suggestie voor de podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen doen? Stuur dan een mailtje naar podcast@hope-xxl.com. Tot ziens. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter. En zijn we op weg naar een utopische samenleving waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg. Podcast of Hope. Moving Towards Happiness.